Een café kopen in coronatijd is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Ilonka en Soraya hebben toch deze stap genomen. Met financiële hulp van een crowdfundingsactie zijn zij nu de trotse eigenaren van Café Klassen. We zijn hier in dit mooie sfeervolle café, waar je samen met je schoondochter Soraya de nieuwe eigenaar van bent. Mm-hmm. Hoe voelt dat? Nou, heel fijn. Ja, sinds vorige week zijn we eigenaar en ik vond het heel fijn om hier nu gewoon met z'n tweeën te kunnen zijn zonder de vorige eigenaar. Voor veel mensen zou het niet de eerste gedachte zijn om een café te kopen in coronatijd. Waarom jullie wel? Nou, omdat wij het heel graag wilden. En het is het is een café waar ik zelf heel vaak kwam. Vooral op vrijdagavond. Dan waren de bandjes. En ik hoorde dat het te koop stond. Ik dacht, ja, dan gaat mijn café weg. Dat kan natuurlijk niet. En toen ben ik gaan praten. Ik was bij mijn zoon op visite en mijn schoondochter zei, ik wil altijd een café beginnen. Dus toen raakte ik een beetje eerst grappenderwijs aan de praat. En ik ben zelf kok. En ook wel een idee om een huiskamerrestaurant te beginnen. Ja, en onze dromen kwamen samen. Ja, en dan, kijk, het is natuurlijk wel spannend. Aan de andere kant is ook het is ook een kans. Want het is, de prijs is lager in deze tijd natuurlijk. Maar je neemt wel een risico. Maar aan de andere kant, we hebben het in augustus gekocht met het idee, we nemen het in januari over. Nou, er zat al heel veel ruimte in. Ja, en wij zijn heel optimistisch. Ja, want je hebt zelf ook een horeca-achtergrond. Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan? Nou, ik heb jaar of 8 een huiskamerrestaurant en ik heb als freelance kok gewerkt. Wel korter, maar daarvoor, oorspronkelijk ben ik bedrijfskundige, dus ik heb organisatieadvies gedaan. En zoals je al aangegeven hebt, je gaat het nieuwe avontuur aan met je schoondochter. Ja. Is het altijd al een droom van jullie samen geweest? Nee, ik wist helemaal niet dat zij een café wilde beginnen. Dus dat was heel grappig toen dat opeens naar voren kwam, want alleen had ik het niet gedaan. Dat is te heftig. In deze tijd sta je toch wel stil bij van alles, bij het leven, bij wat doe ik eigenlijk. Ik heb nu nog een andere baan ergens anders en ik werk al sinds maart thuis. En ik merkte daardoor wel dat ik echt contact met mensen mis. Dus ik denk dat, plus dat ik vroeger toen ik een jaar of 14 was al dacht ik wil ooit een eigen kroeg, heeft mij er wel, heeft er wel voor gezorgd. Dat ik denk, ja, laat ik nu eens stappen gaan zetten naar iets wat ik echt graag wil. En heb je zelf ook al wat ervaring in de horeca? Ja, niet per se dat ik echt een eigen zaak heb gehad. Maar vooral tijdens mijn studententijd heb ik wat verschillende baantjes gehad in de horeca. Maar ook als fotograaf in de horeca. Dus ik ben wel redelijk bekend met horeca. Maar geen fulltime baan of zo. Dus het wordt wel nog... Maar nog wel even pittig, denk ik. En wat maakt dit café zo bijzonder voor jullie? Het is een café waar heel veel verschillende mensen komen. Iedereen die voelt zich thuis hier. Het zijn allerlei soorten mensen. Ik ben zelf, ik was single. Toen ik hier kwam voor het eerst, ik zocht echt een café waar je als vrouw alleen heen kan. En ik voel me erg op mijn gemak. En er komen meer vrouwen alleen, dat is prettig. Het is een soort huiskamer, ze zijn altijd open, je kan altijd terecht. Ja, en de muziek natuurlijk. Ik hou erg van rock en blues en ja, die bandjes hier, dat is geweldig. Het is een bruine kroeg. Het is niets geks. Het is gewoon echt een heerlijk bruin café en dat moet het ook blijven. Ja. En via crowdfunding hebben jullie het benodigde geld bij elkaar gekregen. Ja. Had je verwacht dat het zo snel zou lukken? Nou, eigenlijk wel. Oké, okay, nou, waarom? Kijk, we hebben natuurlijk, nou, omdat mensen enthousiast zijn. Ik heb natuurlijk veel erover gepraat ook, dus we wisten van tevoren een aantal mensen die wilden meedoen. Ja, en het is een leuk idee en in deze tijd, wij merken, iedereen reageert zo enthousiast op ons verhaal, dat er gewoon eindelijk iets positiefs in deze tijd ook verteld wordt. En er zijn ook heel veel stamgasten die hebben meegedaan in de crowdfunding. We bereiden ons voor op dat we morgen open kunnen. Dus we zijn alle voorbereidingen aan het doen van de drankhandel, voorraadbeheer. We zetten het terras straks klaar. We gaan het terras verwarmen. We willen open kunnen zodra het kan. Dus ja, daar zijn we vooral mee bezig. Ja. Dat zou al fantastisch zijn dat we in ieder geval met 1,5 meter tot 10 uur zoals in de zomer. Ja, en dat we dan ergens in het voorjaar gewoon weer open kunnen. En dat iedereen komt feesten bij ons. Want dan zijn er onmiddellijk weer bandjes en de jazz gaat weer lopen. En we gaan eten maken, dat is nieuw voor hier. Ik ben natuurlijk kok, dus dat wil ik wel kwijt. Dus ik ga een daghap maken, gewoon een goed bord eten. We gaan meer muziek maken, dus we gaan donderdagavond een vaste jamavond. En zondag zijn we nog over aan het denken wat we daarmee willen doen.
Heb je er zin in? Ja, heel erg. Ja. En wat maakte dat je denkt van yes? Nou ja, we moeten zo lang wachten. Het mag nu wel open gaan hoor.